Oeroeg was mijn vriend. Als ik terugdenk aan mijn kindertijd en mijn jongensjaren, verschijnt zonder uitzondering het beeld van Oeroeg in mij. Oeroeg en ik spelend en op speurtocht in de wildernis. Oeroeg en ik gebogen over ons huiswerk, over postzegelverzamelingen en verboden boeken. Oeroeg en ik, onveranderlijk samen. In alle ontwikkelingsstadia van kind tot jonge man. Ik kan wel zeggen dat Oeroeg in mijn leven gebrand staat als een zegel, een merkteken. Meer dan ooit op dit ogenblik. Nu ieder contact, ieder samen zijn voorgoed tot het verleden behoort. Oeroeg en ik kropen in eenderhand soppen van gestreepte stof rond tussen de potten met varens die de stoep van de achtergalerij omzoomden. De lucht was vol van het gezoem van insecten. Woudduiven roekoeden in hun aan bamboestaken opgehezen kooien achter de bediendenkamers. De wind die van de bergen kwam was koel en voerde een vage rooklucht mee van de verderop gelegen dessa's. Mijn moeder schonk ons vanillestroop in gekleurde glazen, rood voor mij, groen voor Oeroeg. Het ijs tinkelde tegen de rand. Nooit kan ik de geur van vanille opsnuiven zonder dat dit beeld in mijn bewustzijn terugkomt. Oeroeg en ik, aandachtig drinkend op de met steentjes bezaaide stoep. Het wuiven van varens en bloemen in de wind. En alle ochtendgeluiden op het zonnige erf. Dit land is nooit verzadigd van herinneringen. Ik geloof dat ik net zo was als die jongen die in het boek het verhaal vertelt. Als je hier kind bent en elke dag opent de zon, nieuwe bloemen om je heen, dan droom je van vriendschap. Van een Indisch kameraadje zelfs, want wat weet je van de verschillen tussen mensen? Van de vreemde gewoontes die je overneemt en de woorden die je Hollands gebrekkig maken en van de problemen die je daardoor later kunt krijgen op school en bij het zoeken naar een goede betrekking. Hoe vaak is vriendschap niet een droom? Mevrouw Haasen. U heeft tot uw 18e jaar in Indië gewoond. Oeroeg schreef u in Nederland op het moment dat in Indië de bevrijdingsstrijd aan de gang was. Nou, ik was natuurlijk al in Nederland. Ik was in 1938 al in Nederland gekomen om te gaan studeren. En ik heb dus de hele oorlog in Nederland doorgemaakt, op bende geweest. Maar het was toch een voor mij toen dat jaar nogal een moeilijke tijd. Onder andere ook omdat ik me naar aanleiding van die politionele acties rekenschap gaf van het feit dat ja, Indië, waar ik geboren was en opgegroeid was en wat ik toch voelde als mijn geboortegrond, dat de kans bestond dat dat op een ogenblik voorgoed afgesloten zou zijn, verdwenen zou zijn in die zin uit mijn leven. En ik leefde erg mee natuurlijk met wat er gebeurde daarginds. Hoe keek u nu tegen die politionele acties aan? Nou, ik moet zeggen dat het feit dat de Indonesiërs zelfstandigheid nastreefden, onafhankelijk wilden zijn, dat kon ik volkomen begrijpen. Daar werd bij ons thuis veel over gepraat. En dat idee van
Indonesië onafhankelijk. Maar toch wel in een zeer goede verstandhouding met Nederland en Nederlanders. Dat was me niet vreemd. En door die politionele acties waar dat element van sterk verzet en van geweld... En van wederzijdse haat erin kwam. Dat vond ik moeilijk te verwerken. Dat speet u? Ja, zeer. Dat het zo mocht gaan? Ja. Als ik nu terugkijk op onze lagere schooltijd... schijnen de dagen van al die jaren samen te vloeien tot één beeld. Waarschijnlijk omdat dezelfde indrukken elkaar onveranderlijk regelmatig opvolgden. Wij liepen een eind door de stad, want voor onze begrippen was Sukabumi een stad. En dan scheiden zich onze wegen. Uru ging naar zijn school, ik naar de mijne. Er was weinig verschil tussen de leerstof die wij te verwerken kregen. Alleen had Uru als extra vak Nederlands. De uren die wij in de schoollokalen doorbrachten moeten vrijwel identiek zijn geweest. Om 1 uur vonden wij elkaar terug op een vast punt. Op deze tijd van de dag was het bijzonder warm, ook in de hoger gelegen streken van Kebonjati. Onze eerste gang als we thuis kwamen gold dan ook verfrissing van onszelf. Ik liep naar de badkamer en Oeroeg naar de put achter de bijgebouwen. Dikwijls bracht ik ook de dagen door in het Mandoerhuis, bij Sidris, de moeder van Oeroeg. In de roodachtige aarde van het erf hadden wij, naar het voorbeeld van de tuinlui bij mij thuis, perken uitgezet. Weliswaar niet van gelijkvormige, gewitte stenen en decoratieve bloempotten, maar van flessen, die we met de halzen omlaag ingegraven hadden. Er groeide gras nog geboomd in de tuin van Sidris, maar het effect van onze perken bleef er niet minder fraai om. Je leefde in die wereld en je voelde je daar volkomen thuis. En de relatie die je had met Indonesiërs... en dat waren dan uiteraard natuurlijk de Indonesiërs... de bedienden, de kooplui, de mensen om je heen, de mensen op straat. Dat was een prettige, verstoord verstandhouding. Dat was helemaal vanzelfsprekend. Dus je twijfelde er niet aan. Je wist eigenlijk niet wat er gebeurde. Dat lag natuurlijk aan de situatie dat je een kind was. Uroeg zelf blijft het hele boek door een duistere figuur. Waarom heeft u hem zo afstandelijk beschreven? Hij wordt gezien door de ik. En wat de ik van hem waarneemt, dat wordt weergegeven. Het merkwaardige is dat ik bij het opruimen, niet zo heel lang geleden... een verhaaltje vond dat ik geschreven heb als kind. En daar is de hoofdfiguur van een jongen uit de Dessa... Dus eigenlijk een oeroeg. En wat hij beschrijft en meemaakt van zijn leven... en hoe hij achter een perkoetoet een duif aangaat die verloren is en zo. En hoe hij met zijn vader naar een onderneming gaat... en daar een feest bij woont. Een of ander oogstfeest of een jubileumfeest van die onderneming. Daar stond ik eigenlijk zelf versteld van. Dat ik dus als kind van een jaar of 12, 13... Mij toen zo heb ingeleefd in... hoe ziet nou zo'n Indonesisch, zo'n Javaans jongetje uit de Dessa die situatie? Dat heb ik dus blijkbaar in de tijd dat ik Oeroeg schreef niet meer gedurfd. Ik heb me gerealiseerd dat ik dat eigenlijk niet meer kon. Dat identificatievermogen niet zo sterk was dat ik dat zou aandurven. En het is dus eigenlijk die twijfel bij mijzelf in de periode dat ik het schreef... die geprojecteerd is in de ik-figuur. Die kan Oeroeg alleen maar zien als iemand die je eigenlijk nooit echt gekend heeft. Ik ben heel erg blij dat ik in het huis van een Hollander mag werken. Mijn familie is zo arm, we hebben niets, zelfs geen eten. Mijn moeder was zo gelukkig toen ze hoorde dat ik hier kon werken. Ze zei tegen mij, nu moet je heel hard werken en niet klagen. Mijn hele familie leeft van het geld dat ik hier verdien. In het boek woont Oeroeg ook bij Hollanders.
omdat Deppo, zijn vader, eerste bediende was. Zo kon hij altijd bij zijn vriendje zijn. Tot die ene verschrikkelijke avond, toen de Hollanders na een feest nog wilden gaan zwemmen in het meer. Daar is Telagahideun, het Zwarte Meer, zei Deppo kalm. Mijn hart bonsde in mijn keel, maar terugkeer was nu onmogelijk. Boven de bergtoppen fonkelden de sterren met ijskoud licht. Ik staarde naar de zwarte oever aan de overkant van het meer, waar het gebladigde de wateroppervlakte raakte. Zonder moeite kon ik me voorstellen dat daar de boze geesten zich verscholen hielden, gereed voor de aanval. Hier te zwemmen leek mij een gevaarlijke en onzinnige onderneming. Had Satin niet verteld dat het meer duizenden meters diep was en dat er een reuzenslang in huisde? Zonder naspeurbare oorzaak vormden zich telkens kringen op de oppervlakte. Het maanlicht blonk in de uitvloeiende rimpelingen. Bewoog daar iets in de diepte? Ze gingen met een vlot naar het midden van het meer om te zwemmen. Maar de drank maakte de Hollanders overmoedig en ruw. Ze deden wild. Het vlot begon te kraken. Deppo waarschuwde. Maar wie luistert naar een bediende? Het vlot brak en iedereen viel in het water. Toen ze weer boven kwamen was de kleine Hollandse jongen verdwenen. Natuurlijk dook Deppo onmiddellijk het water in om de zoon van zijn meester te zoeken. Het kind werd gered. En Deppo? Vroeg ik, terwijl het voorgevoel van iets verschrikkelijks mijn hart deed bonzen. Deppo is vastgeraakt in de waterplanten, zei mijn vader langzaam en zacht, als hoopte hij dat ik het niet zou horen. Deppo is dood. Nee. Een grotere ramp had mij niet kunnen treffen. Op alle uren van de dag en nacht benauwde mij het verschrikkelijke visioen van zijn lichaam, worstelend tussen taaie, kleverige stengels. Herhaaldelijk werd ik gillend wakker uit mijn slaap. Ten slotte kwam ook Oeroeg een keer. Maar wij wisselden nauwelijks een woord. Oeroeg was onnatuurlijk stil en verlegen in het bijzijn van volwassenen. En onder de indruk van mijn ziek zijn en de sfeer van de schemerige slaapkamer. Mij kwelde de gedachte dat ik de oorzaak was van zijn vaders dood. Wij staarden elkaar zwijgend aan. Mijn moeder zei verklarend: Oeroeg komt je een goede dag zeggen, hij gaat verhuizen. En nu kreeg ik ook te horen wat er te gebeuren stond. Een nieuwe, eerste bediende zou met zijn gezin het huis van Oeroeg betrekken. De houding van de Nederlanders in het boek is nogal kil. Zelfs de dood van Oeroegs vader leidt nauwelijks tot schuldgevoelens bij de Nederlanders. Hoe is dat te verklaren? Weet u, u veronderstelt een bewustheid van deze dingen, die natuurlijk na de oorlog enorm gegroeid is. Door alles wat wij in die tijd gehoord hebben over van vroeger en zoals wij zelf ook allemaal veranderd zijn. Door de oorlog en in de jaren na de oorlog. Er is een veel grotere maatschappelijke, ethische bewustheid ten aanzien van al deze dingen. En ik zal niet zeggen dat dat vroeger niet zo was. Maar je had een spontane verhouding van. Er was natuurlijk ook een werkverhouding tussen mensen. Of een verhouding van, zoals nou bijvoorbeeld deze man door, die daar bij die tocht op het meer 's avonds allerlei dingen verzorgt en vanzelfsprekend meegaat en een beetje toezicht houdt en zo. Dat was zijn functie. Dus hij is eigenlijk, hij is natuurlijk het kind nagedoken wat in die stengels van die waterplanten verstrengeld zat. Nou, ook dat was dat hoorde tot de verantwoordelijkheden. En dat kwam ook voort uit een zeer natuurlijke gevoel van, daar gebeurt wat, iemand verkeert in nood, die spring je achterna. Het zijn geen dingen.
Ja, dat vind ik namelijk zo moeilijk, omdat ik geloof dat wij tegenwoordig alles wat vroeger in Indonesië gebeurd is, gaan interpreteren vanuit een standpunt van meer dan 50 jaar later. Met alles zoals wij intussen ook veranderd zijn. Dat maakt het bijzonder moeilijk. Want ik herinner mij dat er wel eens gezegd wordt van die jongen, die ik, van is het eigenlijk niet een beetje een suffig of zullig jongetje dat hij allerlei dingen niet in de gaten had. En het was zo. Het werd gewoon geaccepteerd. In dat verband heb ik een leuk gesprek gehad, niet zo heel lang geleden, met een jongen die eindexamen doet nu. En die Oeroe gelezen heeft. En die zegt, wat ik nou juist zo aardig vond in dat verhaal, dat is dat ik nu begrijp hoe je helemaal onbewust die situatie beleven kunt. Volkomen onbevangen met je gevoel van vriendschap en van niet begrijpen van een situatie. Maar zonder dat daar iets bij te pas komt bij die Nederlandse jongen van, nou, je had toch eigenlijk beter moeten beseffen wat er aan de hand was en je had een meer bewust standpunt in moeten nemen. Dat kon eenvoudigweg niet. Dankjewel. Wilt u de fan hier doen? Ja, het is benauwd. Maar verzorg eerst mijn katje poeling. Breng me daarna de fan. Ik heb het getroffen met haar. Ze is zo zorgzaam en bescheiden. Het is Indische mensen eigen om zich op de achtergrond te houden. Het is een kunst van zich wegcijferen. In het boek ligt het anders. Dat boek gaat over vriendschap. Het heet zelfs Oeroeg. Maar eigenlijk gaat het vooral over de ik-persoon en wat hij voelt. Eigenlijk gaat het boek vooral over het Hollandse wereldje hier. Alleen heel indirect kom je wat van Oeroeg te weten. Oeroeg wordt door zijn vriend in het duister weggehouden. En dat is niet zomaar. Door dat weglaten voel je hoe groot die scheiding is tussen de Hollandse en Indische wereld. Die zullen elkaar nooit raken. Ik zelf zou zeggen, eigenlijk is het maar beter zo. Want wij moeten onze beschaving hoog houden. Oeroeg, Oeroeg, zei mijn vader met een ongeduldige beweging. Altijd Oeroeg. Je zult eens zonder Oeroeg moeten. Ga je nooit om met jongens uit je klas? Vraag een paar hier als je jarig bent. Ze kunnen gehaald en thuisgebracht worden met de auto. Onder pressie van mijn vader nodigde ik twee klasgenoten uit om de zondag, volgend op mijn verjaardag, bij ons op de onderneming te komen doorbrengen. Die zondag werd ik me voor het eerst van mijn leven bewust van het feit dat Oeroeg in de ogen van anderen een inlander was. Het verschil was er in de lichte commandotoon die mijn gasten tegen Oeroeg bezig. In het gebiedende ajo, waarmee zij hem in het spel tot opschieten aanmaanden. Maar wat mij een kleur van ergernis deed krijgen, scheen Oeroeg nauwelijks te raken. Slechts eenmaal zag ik zijn zijdelingse als het ware naar binnen gekeerde blik en een haast onmerkbaar verstrakken van zijn gezicht en houding, toen een van mijn klasgenoten, zich waarschijnlijk meer uit baldadigheid dan met bozaardige bedoeling, een lelijk Soendanees scheldwoord aan Oeroegs adres liet ontvallen. Na dit incident trok Oeroeg zich geleidelijk terug. Gedurende de rest van de middag vergenoegde hij zich ermee, zittend op de balustrade van de achtergalerij naar ons te kijken. Toen ik 's avonds na het wegbrengen van mijn gasten terugkwam, vond ik hem nergens. Nou, ik denk dat als het een boek is wat veel mensen toch op de een of andere manier bezighoudt of boeit, dat het de persoonlijke herinneringen te boven en te buiten gaat. Dat is de proef op de som. Dat dan eigenlijk de lezer, ook alle andere lezers, er iets in kunnen vinden wat hen zelf aanspreekt. Dat misschien dat bewustwordingsproces vanuit die jeugd waarin je nergens rekenschap van geeft en de dingen aanvaardt en spontaan reageert, hè, dat er een moment komt dat voorbij is en dat je wel degelijk gaat nadenken van hoe was dat eigenlijk? Wat heeft het voor mij betekend? Het is natuurlijk aan één kant een verslag van zo'n jeugd,
Een feitenverslag. Maar het is natuurlijk ook een groeiproces. En als zodanig een beetje symbolisch zou je bijna kunnen zeggen voor de situatie van een heleboel Nederlanders. Oeroeg zweeg. Hij zweeg over het verschil in behandeling. Hij wist dat hij niet kon kiezen. De Hollandse vader betaalde zijn schoolgeld en zijn verblijf. Hoe kon Oeroeg spreken? Of droomde hij misschien van een echte vriendschap met de Hollander? Naarmate die ouder werd, probeerde hij steeds meer op zijn Hollandse vriend te lijken. Hij sprak alleen maar Hollands. Hij droeg alleen maar Hollandse kleren. Hij verhuisde naar de stad en probeerde daar met de Hollandse kameraden van zijn vriend op te trekken. Die wilden hem niet. Indische mensen vermeed hij, alsof ze niet meer bij hem hoorden. De Hollandse jongen groeit voorbeeldig op. Hij werkt hard op de middelbare school, boekt uitstekende resultaten. De Hogeschool van Delft komt in zicht. De toekomst ligt aan zijn voeten. Maar de vriendschap met Oeroeg gaat bergafwaarts. Oeroeg kan geen aansluiting vinden. En langzaam groeit er een afstand tussen de beide vrienden. Oeroeg trekt zich meer en meer terug en komt tenslotte terecht in een wereldje van opstandige figuren. En dat is de tragiek van het boek. Had die Hollandse jongen wat meer belangstelling getoond en was Oeroeg niet zo, zo gesloten geweest, dan had hun vriendschap best een kans gehad. Want vriendschap hoeft niet altijd een droom te zijn. Maar in het boek groeien de jongens toe naar een regelrechte confrontatie. Nou, ik zou erover kunnen zeggen dat Oeroeg op een ogenblik tot het besef komt dat hij een Indonesiër moet zijn, een Javaan. En dat daarin zijn ontplooiing ligt. Niet om te worden als een Europeaan, maar als een mens van zijn eigen volk. Een verantwoordelijk en onafhankelijk mens van zijn eigen volk. En dat voor hem het definitieve moment is. Dat zie ik niet als een tekort. Hij realiseert zich natuurlijk ook dat er niet een echte sprake is geweest van een echte vriendschap met de Europese jongen. Maar Oeroeg is door de hele ontwikkeling heen minder onbevangen en minder, ik zou bijna zeggen, verblind geweest dan de Nederlandse jongen. Die vanuit zijn eigen, zou bijna kunnen zeggen, bevoorrechte positie als Nederlands kind opgroeiend in Indië, op Java. Zonder erover na te denken als vanzelfsprekend dat allemaal zo heeft beleefd en ervaren. Voor Oeroeg is het van het begin af aan problematischer geweest. Ook al heeft hij niet altijd kunnen formuleren voor zichzelf waarom dat in zat. En de bewustwording van Oeroeg gaat dus eigenlijk in zekere zin verder. En de tragiek zit wellicht in de onvermijdelijkheid van dat proces? Ja, de tragiek zit hem in als je de situatie van deze twee jonge mannen bekijkt zoals het uiteindelijk is. Dat waar toch een vriendschap, een verstandhouding, een begrip voor elkaar buitengewoon belangrijk zou zijn. Het onmogelijk is door die ontwikkeling, door die gegevens van waaruit ze allebei ieder voor zich zichzelf moesten worden en vinden. Ik keek van de een naar de ander. De insecten vlogen ritselend en snorrend rondom de lamp. Oeroeg en Abdullah beantwoordden mijn blik. Ik had plotseling het gevoel als was dit een moment waarop zij lang gewacht hadden. Zij wilden de kaarten openleggen voor hun tegenstander. Ik was voor hen op dat ogenblik het symbool, de personificatie van iets waartegen zij zich met inzet van hun hele persoonlijkheid gekeerd hadden. Wat bedoel je? Vroeg ik aan Oeroeg. Dat ik mijn hand niet wil ophouden bij het Nederlandse gouvernement, antwoordde hij effen. Ik heb jullie hulp niet nodig. Jullie, zei ik, terwijl het bloed me naar het hoofd steeg, want nu drong de betekenis van zijn woorden tot mij door.
De Dessaman, het gewone volk, is met opzet stom gehouden, zei Uroeg fel, terwijl hij mij over de tafel leunend strak aankeek. Jullie hadden er belang bij om de mensen te beletten zich te ontwikkelen, maar dat is nu voorbij. Daar zullen wij voor zorgen. Ik zat tegenover Uroeg en Abdullah met het gevoel alsof ik een rol speelde in een boze droom. De achtertuin was schemerdonker, bijna geheel overkoepeld door het neerhangende loof en de luchtwortels van een waringboom. Ik weet dat het vreemd klinkt, maar gedurende één ogenblik scheen het mij dat er overeenkomst bestond tussen deze schaduwige achtergalerij vol planten en vogels en de Lage Hideu, het Zwarte Meer, zoals ik het ooit gezien had. Tot 11 uur gaan we pauzeren. Daarna gaan we verder met het